Desiree van Two Brothers Anti Fourth Floor gediagnosticeerd met borstkanker. Desiree Manders, beter bekend als Desiree van Two Brothers Anti Fourth Floor, maakt zojuist droevig nieuws bekend. De zangeres is eind vorig jaar gediagnosticeerd met borstkanker. Dat laat ze weten op Facebook: voor de kerst heb ik te horen gekregen dat ik borstkanker heb. Een behoorlijk grote tumor van 5,5 centimeter, het goede nieuws is dat het niet is uitgezaaid, en dat we er allemaal voor gaan dat ik beter ga worden. In februari ben ik begonnen met chemotherapie, vervolgt ze. Een heftig goedje dat ik nu wekelijks TM juni door middel van het infuus naar binnen krijg. Daardoor moest ik ook al mijn haar verliezen en mijn blonde lokken eraf scheren. Lang leven de pruiken en haarextensions, ik heb er meteen een aantal aangeschaft. En straks na de chemo gaat mijn haar weer groeien, daarna opereren, bestralen en hormoontherapie. Hoewel Desiree het al heel lang voelde, steken in haar borst, dacht ze dat het spierpijn was van het sporten. En sinds mijn moeder kanker heeft gehad, voel ik dagelijks of ik niet een knobbeltje voel. Maar soms voel je ook niets, totdat ik een harde schijf in mijn borst ging voelen. Toen was de tumor dus al 5,5 centimeter groot, nogmaals volg je gevoel en wees er bijtijds bij. Ik voel me gezegend dat ik nog een kans krijg om te leven. Ging voelen. Toen was de tumor dus al 5,5 centimeter groot, nogmaals volg je gevoel en wees er bijtijds bij. Ik voel me gezegend dat ik nog een kans krijg om te leven.